Check voor coins, link in de beschrijving, www.igsky.com en gebruik de code HEZE voor 5% korting. Hallo beste kijkers en welkom bij een nieuwe aflevering van mijn weg naar het succes. Een aantal mensen, ook wel het merendeel moet ik zeggen, vonden het toch wel leuk als de serie terugkwam. Dus ik kan het gewoon een beetje afwisselen met de wereld rond in 80 landen en waarschijnlijk dan zo nu en dan een keer een pack opening, niet zo vaak natuurlijk als bij Team of the Year. Misschien zelfs pas wanneer Team of the Season komt, helemaal over een maand of 4 of 5, we zien het allemaal wel. In ieder geval, het gaat tot nu toe waarschijnlijk afgewisseld worden met de wereld rond in 80 landen, waarbij ik ook nog wat wedstrijden moet opnemen. Maar deze week gaat het allemaal komen, want deze week is namelijk het einde dat ik mijn profielwerkstuk af moet maken. Ik doe hem namelijk over terrorisme, is een heel groot project, zo'n 80 kantjes in totaal en ik moet nog één project of één stuk van dat project afmaken. En dan heb ik gewoon alle tijd van de wereld. Net kwam het SE-week, et cetera. Ging voor de rest ook wel goed. En dan kan ik dus gewoon volop video's maken. Heb ik gewoon veel tijd om dingen op te nemen. En dan zijn dus beide partijen gewoon tevreden. En over naar de gameplay. Je ziet het dat we daar wat gerommel achterin op een 0-2 achterstand komen. Gezien deze man Tevez had. En Tevez is uit ervaring echt een enorm goede speler. With his bulldog-like approach. Zoals al 4 tot 5 jaar zeggen in het FIFA commentaar van de FIFA franchise. Dan zeggen ze eigenlijk vrijwel altijd, weet eigenlijk niet of ze de FIFA 15 nog zeggen, maar in de jaren dat ik hem al tegen me kreeg, zeiden ze dat vrijwel altijd. Onze goede Martin Tyler. In ieder geval, we komen op een gelijk spel hier. Zie je dus dat wij op een 2-2 komen. Niet verlaten krijgen wij hier nog een aanval. Oftewel, de wedstrijd sloeg gewoon helemaal om. Ik weet niet wat hij aan het doen was. Uiteindelijk maak je daar dus ook gewoon volop gebruik van. Hier kom ik dus vrij. Hij verdedigt echt als een van de slechtste mensen die ik ooit heb zien verdedigen. Resulteert voor mij in een 3-2 goal door Benteke die erin was gezet. Had ik erin gezet vanwege een gebrek aan aanvalskracht. En dat doe ik heel vaak als iets niet goed, als iets niet gaat zoals ik het wil, dan verander ik het gewoon meteen. If something's not right, you gotta change it. Daarom doe ik dat ook altijd. Nu gaan we dus over naar onze BPL kant. Gezien ik daar ook best wel wat successen mee heb gehad in de afgelopen wedstrijden. Gezien ze mij vrijwel iedere keer de 3 punten bezorgen. Wat ik dus wil behouden. Gezien we steeds in de hogere divisies komen. Dus vanzelfsprekend ook tegen hogere tegenstanders. En dat betekent dat we dus ook wat meer kracht in moeten zetten. En daarom wil ik dus ook nog wachten met nieuwe aankopen tot de crash. Dit was nog voor de crash opgenomen. En dan zal je vanzelf al zien wanneer de crash is gebeurd. Want dan koop ik een hele hoop nieuwe spelers. Ook wat sterkere spelers. Dus dan kan je daar alvast naar uitkijken. Natuurlijk, als je de video niet geliked hebt, kan je in de tussentijd ook even doen. Dat helpt me enorm. Als we rond de 250 tot 300 kunnen halen, zal het natuurlijk helemaal fantastisch zijn. En moet ik hier ook zeggen dat Remy echt op de meest belabberde manier ooit scoort. Weet niet wat de keeper daaraan doen was. Het zal in ieder geval geen Manuel Neuer zijn geweest. Die had hem waarschijnlijk wel eruit gehouden. Maar deze man is dat niet. En dat kon je daar ook wel goed zien. Oké, wij hier ook een heel rare goal tegen. Ik weet niet wat ik daarover moet commentariëren. Valt weinig over te zeggen. Behalve dat het een beetje een misverstandje was bij de AI van FIFA. Dat was een beetje stom gecontroleerd op de computer. Maar het maakt niet echt uit. Want het kwam op een 3-1. Al brengt hij hier de spanning wel weer terug. Door me helemaal het bos in te sturen tot 2 maal toe. En uiteindelijk dus gewoon vrijuit inschieten. Wat stom verdedigd was aan mijn kant. Dus het is volledig aan mij te wijten. Daarom kan Kevin Prince Boateng daar dus gewoon compleet gebruik van maken. Maar je komt mij dus met volgens mij is het Lukaku, want ik kan het net niet goed zien. Maar ja, de rode schoentjes heeft hij daar herkend meestal aan. Dat is trouwens heel raar. Ik herken spelers nooit met een naam. Ik zie ze altijd gewoon kijken naar hun schoentjes. Of naar hun haar bijvoorbeeld. Als ze een afro hebben, is dat best makkelijk te zien. En daarin herken ik al spelers. En Lukaku herken ik gewoon aan zijn opvallende rode schoentjes. In ieder geval hebben we dus 3 keer gewonnen. Dat we deze wedstrijd dus ook met 4-2 hebben gewonnen. Dus tot nu toe ziet het vooruitzicht van de divisie er best wel optimistisch, voordelig uit. Dus we gaan gewoon nog een keer spelen met ons Barclays Premier League team. Als er iets niet mis is, dan hoef je het ook niet te veranderen. Dus we gaan tegen deze speler spelen. 81 team rating. Een heel smerig team. Het is Ibarbo, het zijn Emenike en Guarin. En dat zijn 3 heel goede spelers natuurlijk heel zwaar om tegen te krijgen. Vooral in de 4-2-2 formatie. Want die schijnt heel erg goed te zijn. Heb hem zelf nog nooit gebruikt. En wel tegen Robbie gekregen. Robbie speelde er heel goed mee. En uit ervaring met andere spelers die er 4-2-2 speelden, waren heel erg sterke tegenstanders. Hier komt hij dus vrij. Doordat ik Ibarbo niet van de bal kon duwen. Hij komt dus op een gelijke hoogte. Daarna zal het weer fout gaan aan mijn kant. Ik maak hier gewoon weer een stomme fout. Die ik echt uit mijn spel moet verwijderen. Want anders krijg je dus dit soort dingen tegen je. Dan moet je zelf ook doen als je merkt van oh, op één aspect van het spel ben ik nog niet zo goed. Zorg dat je daaraan werkt. Dat is het allerbelangrijkste. Want het feit is gewoon dat de meeste goals die je waarschijnlijk tegenkrijgt gewoon nog simpele foutjes zijn. Niet nadenken bij het wegwerken. Gewoon de bal iets te ver naar voren rossen. Zonder bijvoorbeeld dat je gewoon heel rustig de bal kon passen naar iemand die volledig vrij stond. Gewoon dat soort dingen moet je even het achterhoofd houden. Hier krijgen we trouwens ook door een beetje een afkets. Een 2-3 wat niet echt
Heel voordelig was natuurlijk van mijn kant. Ik had het niet allemaal mee. Maar we komen hier gewoon met een klein gelukje ook. Via de korte hoek op een 3-3 gelijk spel. Maar daarna zal hij dus uiteindelijk nog de wedstrijd pakken. Hij zou de 3 punten pakken doordat ik hier een verdedigend foutje maak. En Manike die mist zo'n kans niet. Dus verliezen wij deze wedstrijd met 3-4. En dit is het einde van de aflevering. Ik hoop dat je het leuk vond. Nogmaals, vergeet niet de like achter te laten. Je kan abonneren als je het niet gedaan hebt. Je kan bijvoorbeeld Twitter links beschrijving staan. En dan hoop ik jullie bij de volgende video te zien, jongens. Dus ja, hopelijk tot dan. Later.